De verplichte landsdienarenregistratie is niet bedoeld om de ambtenaren onheus te zijn. Hiermee wil de overheid daar waar nodig de correcte aansturing geven, zodat persoonlijke groei, kennis en kunde daadwerkelijk ingezet kunnen worden voor de ontwikkeling van ons land. Zo sprak PL-parlementariër Evert Carto vandaag in de Nationale Assemblee. Om te komen tot die ontwikkeling is het naar zeggen van Carto belangrijk om te weten wie allemaal deel uitmaken van het landsdienarenbestand. De oproep bij deze registratie is om de scheefgroei in het overheidsapparaat te helpen herstructureren. Deze registratie is onderdeel van het Public Sector Reform Suriname dat is opgenomen in het meerjaren ontwikkelingsprogramma, ontwikkelingsplan 2020 en tot 2026. Meneer de voorzitter, met de wijziging van de voornoemde wetten wordt getracht het landsdienarenkorps te ordenen, de maandelijkse personeeluitgaven te verminderen en de private sector te stimuleren door het bieden van mogelijkheden aan de landsdienaren om met een financiële ondersteuning zich te verstevigen, zich te vestigen in de private sector. Carto zegt dat met de verplichte landsdienarenregistratie het niet de bedoeling is om ambtenaren weg te sturen. Het is volgens hem juist de bedoeling om de begroting structureel gezond te maken. Hij legt uit dat een van de wijzigingen is dat het principe van no work, no pay wordt meegenomen. Het is een verplichte landelijke landsdienarenregistratie om de inzichten te krijgen in het landsdienarenbestand, zodat het adequaat aangewend kan worden. Indien de landsdienaar verhinderd is zijn werkzaamheden te verrichten, dan is hij verplicht daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk, digitaal of enige andere traceerbare wijze mededeling te doen aan het bevoegde gezag onder opgave van de redenen van afwezigheid. Als een landsdienaar zijn werkzaamheden niet heeft verricht, zonder dat hij daarvoor grondige redenen heeft opgegeven, dan is het nu wettelijk geregeld dat de staat hem geen salaris verschuldigd is voor de dagen waarop hij niet heeft gewerkt. De personeelswet wordt gewijzigd ter uitvoering van het herstelplan 2020-2022.